Jarenlang ben ik onzeker geweest over mijn haarlijn. En afgelopen december heb ik een haartransplantatie laten doen in Turkije. Het is vandaag 22 maart 2024, vrijdag, 10 voor 11. En ik ga je precies vertellen waarom ik het überhaupt heb gedaan. Ook de volledige kosten erbij. Dan heb je daar gewoon een complete indicatie van of het voor jou de moeite waard is om te doen. Nou, ik heb er eigenlijk sinds mijn 18e al last van dat dit deel, waar je nu ziet dat het nieuw is gegroeid, totdat achteruit ging. En ja, aangezien ik zo'n kapsel heb, zag dat er gewoon steeds minder uit. En heb ik op mijn 20ste besloten om mijn haar toen naar voren te doen om het te bedekken. Toen ging het nog steeds meer achteruit. En heb ik eigenlijk afgelopen december de keuze gemaakt om, in ieder geval afgelopen december heb ik het laten doen. Ik heb er al heel lang over getwijfeld de afgelopen jaren of ik het überhaupt wel zou doen, omdat ik nog heel jong ben en wat het allemaal uitmaakt, je haar. Maar ik ben wel van mening dat als het je onzeker maakt en je wilt het graag veranderen als man, kan je dat zeker doen. En ja, eigenlijk zag ik mezelf steeds vaker terugkomen op foto's en hoe ik eruit zag. En je haar is gewoon een cruciale rol in hoe je eruit ziet. Dus dat is wel heel belangrijk voor als je als jongeman daar nog mee struggelt. Zeker als je een jonge 20-jarige haarlos hebt, of in ieder geval haaruitval. Ja, daar word je gewoon niet vrolijk van. En wat ik ook heb gemerkt is dat de juiste shampoo daarin echt cruciaal is. André Lon en dat soort bullshit allemaal niet nemen, maar gewoon echt op zoek gaan naar een supergoeie shampoo. Net zoals dat je op zoek moet naar een supergoeie tandpasta om je tanden te poetsen. Heb je dat ook voor je haar nodig? En is je haar wassen meerdere keren niet zo slecht? En pas zeker op ook voor wat je eet. Ja, ik heb bijvoorbeeld een lactose-intolerantie ben ik achtergekomen sinds afgelopen zomer. Dus eigenlijk elke keer als ik melk, kaas of iets in die richting eet, dan krijg ik hier op mijn snor, hier op mijn wenkbrauw en hier bovenop mijn haar waar het is uitgevallen, krijg ik dus roos of schilvers of hoe je het ook wil noemen. En dat heeft dus ook mede bijgedragen aan die haaruitval. En nog een aantal dingen die mee hebben gedragen aan die haaruitval is te weinig zonlicht. Zeker als je op de middelbare school zit, op werk, et cetera. En in Nederland heb je gewoon super weinig zon. Ja, hier in Bali dan ben ik genoeg onder de zon, maar in Nederland was dat een stuk minder. De zon was een cruciale factor voor mij. Ze hebben ook gezegd tegen mij, misschien te veel gym. Ja, ik ben daar niet echt helemaal dat ik denk van, ja, het zou kunnen. Of dat veel voetballers kaal zijn of veel mensen die bezig zijn in de gym wel als je hoog testosteron hebt. Het zou kunnen. Creatine hebben ze ook gezegd. Ben ik ook niet helemaal mee eens. Maar het zou kunnen. Ik sluit het niet uit. Ik heb een tijdje creatine gebruikt. Maar niet super lang of niet jarenlang. Dus daar zou het in principe ook niet aan moeten kunnen liggen. Maar het kan ook genetisch zijn. Maar ook een stukje stress. Zeker als je veel stress hebt. Dan ja, kan het ervoor zorgen dat je haar uitvalt. Het kan dus voor een slecht beeld van jezelf zorgen. Nou, een aantal dingen die ik had gewild. Die ik had gedaan voordat ik dat had gedaan. Is dat ik mijn hele kop gewoon had kaal geschoren. En dan zie je hoe het eruit zag. Want het moment dat ik uit de behandeling kwam voor mijn haartransplantatie, ja, voelde ik me sowieso niet best. Maar toen zag ik mijn kale hoofd. Ja, het was sowieso niet. Het zat al helemaal onder het bloed natuurlijk. Dus dat was niet clean. Maar daarna heb ik wel wat foto's. Misschien dat ik die ook hier als thumbnail gebruik. Waarin je dus kan zien van, hey, ja, het was helemaal niet zo erg als ik kaal was, zeg maar, die look. Dus ik zou gewoon altijd zeggen van, yo, heb je nu echt inhammen? En denk je van, yo, ja, het ziet er eigenlijk niet meer uit en mijn kapsel is niet meer te redden. Bij mij viel het nog wel mee. Bij mij was het eigenlijk alleen dit kleine stukje. En hier bovenop hebben ze ook iets meer erbij gezet. Ongeveer 3000 grafts, zoiets, 3400. En normaal is 2500 is een minimum. En het kan tot 5000 oplopen. Nou, ik heb het bij Herwold Istanbul gedaan. Echt een aanrader. Niet goedkoop, maar je betaalt ook voor de kwaliteit. En hoe wij het eigenlijk hebben gedaan, ik heb een eerste consult gedaan en toen hebben ze mijn haarlijn uitgetekend. Ze hebben bijvoorbeeld dit, hebben ze expres niet erbij gepakt. Zie je dit kleine stukje? Daar hebben ze niks bij gezet. Dus ja, dat zeggen ze dat die haarlijn zo hoort. Nou, dan laten we dat ook gewoon zo. Zoals je ziet moet ik wel even naar de kapper, maar dat tezijde. Maar in ieder geval, daar was ik dus geweest met mijn moeder en toen dacht ik van ja, het is 5K, zou ik het nog wel doen? En het is heel pijnlijk, et cetera. Dus toen heb ik het toch maar uiteindelijk lang over nagedacht en ik dacht van ja, als ik het nu niet doe, wanneer ga ik het dan wel doen? Dat is een mindset die ik de laatste tijd ja, erbij zet van live fast, don't wait. Gewoon de eerste 2,5K betaald en 2 weken voordat ik erheen ging heb ik de laatste 2,5K betaald. Dus ja. Ik heb het in Istanbul laten doen. Nou, ik ben met mijn moeder daarheen gevlogen. Dan moet je vliegtickets, moet je aan denken, €650 met z'n tweeën heen en terug voor een aantal dagen. En ja, toen zijn we daarheen gegaan.
Eerste avond dat ik kwam, heb ik gelijk bloed laten prikken. Ja, ik vind dat echt helemaal niks. Maar ik heb het wel laten doen. Ik vind alles wat te dicht bij me komt, waar ik geen controle over heb, vind ik vaak niks. Ik heb het wel laten doen. En ja, het was een super mooi Hilton Hotel waarin we zaten. Zijn we de eerste avond met mijn moeder uit eten geweest. En momenten die ik nooit zal vergeten. Maar daarna begon eigenlijk pas echt de ellende. Dus ja, de volgende dag stond ik op. Ik ging heen. Ik had de dag van tevoren nog een foto gemaakt van mijn haar. En ja, dat was dus ongeveer zoals dit, zeg maar. Een stuk langer. Ik had het toen heel lang laten groeien. En ja, de dag erna had ik geen haar. Maar ik kwam daar. En het begon 's ochtends. En ze begonnen eerst met gelijk mijn kop kaal te scheren. Zonder dat ik er ook iets meer van zag. En ze begonnen met het boren in mijn haar. Het was een hele pijnlijke operatie. Je werd wel heel goed verdoofd, maar het duurde 8 uur lang. Ik ervaarde super veel stress. Dat moet ik gewoon heel eerlijk bekennen. Dat ik heel veel bloed heb verloren. En niet echt wist wat er gebeurde. Dat ik dat nooit had meegemaakt. En achteraf viel het echt zwaar hard tegen, eerlijk gezegd, qua de na-treatment. Daarna had ik dus, ja, daar heb je zo'n tulband, zoals heel veel mensen dan krijgen. En het zag er niet echt heel erg best uit, moet ik heel eerlijk zeggen. En ja, toen ben ik teruggegaan naar het hotel. Heb ik super veel pijn gehad. Ik heb 2 weken echt helemaal kapot gegaan. Alsof je hoofd in brand staat. Ik denk dat heel veel mensen dat online niet vertellen. Hoe pijnlijk de nazorg is. Omdat ze vaak een sponsoring krijgen. Geld betaald krijgen. En zeggen dat alleen maar de positieve dingen. Maar ik wil ook zeker de negatieve kant benoemen. Dat ik gewoon 2 weken helemaal kapot ben gegaan. Ik heb dat tijdens kerst en oud en nieuw gedaan. Of in ieder geval net daarvoor. Einde van het jaar, die periode. Omdat het dan toch wat rustiger is. Ja, toen heb ik het laten doen. Daarna moet je nog 3 keer terugkomen. En wat ze dan doen is, dan spuiten ze in ieder geval mineralen in je haar. Ook niet heel erg fijn, maar is een kwartiertje. Kan je wel echt wel overleven. Kost €300 per keer. Dus 3 keer 300 is 900. Plus die 5000. Plus nog ongeveer €1000 Istanbul. Zit je alweer bijna op 6900. Nou, dan heb je ook nog medicatie die ik heb liggen. Ik slik elke dag 2 keer vitamine D en vitamine K. Van Herwold Istanbul. En ik was 3 keer per week mijn haar met een speciale shampoo voor teruggroei. Ja, op zich begint het nu wel aardig terug te groeien. Van de zomer moet ik nog een keer terug. Daarom ga ik van de zomer ook even naar Nederland. Ga ik even ja, naar de huisarts, naar de tandarts, naar de haararts, om het zo maar te zeggen. Even alle belangrijke dingen doen, omdat de gezondheidszorg in Nederland zeker goed is. Heel veel mensen zeggen ook dat Bali super veel goede kanten heeft. Maar bijvoorbeeld van de week was ik ook ziek, in ieder geval. Ik heb een oorontsteking momenteel en ik had een Bali belly. Niet heel fijne dingen, maar ik heb gewoon mijn 5 dokters afgegaan voordat er eentje open was. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, in Nederland gebeurt dat gewoon niet. Dus gezondheidszorg is daar altijd beter. Dus let er ook altijd op. Maar ik hoop in ieder geval dat je ja, een beter inzicht hebt over een haartransplantatie. Waarom je het überhaupt zou doen. En ja, dan wil ik je enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je hier vragen over hebben, neem zeker contact op via Instagram. Like en abonneer op dit YouTube-kanaal. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Ciao, ciao.